toen we weggingen had ik ook het gevoel dat ik het paradijs verliet, zeg maar. Het is koud en druilerig als Aalt, hij is dan 34 jaar, naar zijn voormalige kippenschuur loopt. Na de oorlog zijn er bijna geen kippen te krijgen. Er zit geen handel in. Daarom is hij begonnen met het kweken van witte muizen. Die kan hij verkopen aan een laboratorium in Leiden voor de vivisectie. Maar de sterfte onder de jonge muizen is veel te groot. Ook nu ziet Aalt dat er weer veel dode muizen liggen. Op deze manier kan hij niet zorgen voor zijn gezin met 3 kleine kinderen. En hij neemt een besluit. De oorlog en het ondergrondse verzet hebben veel met hem gedaan. En al direct na de bevrijding loopt hij rond met de gedachte dat vrijheid gevierd moet worden. Ook vindt hij dat de arbeiders die weinige vakantiedagen die ze hadden buiten de stad, dus in de natuur, zouden moeten kunnen doorbrengen. Die ochtend beslist Aalt om dat idee concreet te maken. Hij gaat de kippenschuur met bordkarton verbouwen tot 14 kleine kamertjes waarin mensen kunnen slapen. Die kamertjes gaat hij in de zomer verhuren. De Rembo is geboren. Nu, 75 jaar later, hebben wij besloten om een boek te gaan maken over dat unieke vakantieoord De Rembo in Epe. De Rembo was van 1946 tot 1965 een heel bijzonder idealistisch vakantieoord in de bossen van Epe. Opgericht door Aalt van Vemde, die bovendien ook nog eens een begenadigd voordrachtskunstenaar was. Nu, 75 jaar later, willen de kinderen met een boek over de Rembo een plaats geven in de geschiedenis. En aandacht vragen voor het belang van sociaal ondernemerschap, dat juist in deze tijd steeds belangrijker lijkt te worden. Voor deze documentaire gingen Aalt's jongste zoon Pieter en Ineke Molenaar, die als kind jarenlang op de Rembo op vakantie kwam, terug naar de Rembo. Maar merken vooral dat er bijna niets meer is zoals het toen was. Ja, met al die houten caravans en al die huisjes, ja, is het haast niet meer herkenbaar, hè, wat hier was. Nee, helemaal niet. En met dat asfalt hier, en dit was een zandweg, die ging daar naartoe. Ja, grindtegels. En dan, daar was ergens de ingang. Ja. En die bussen van Pasteur, die kwamen daar van die kant af, de camping oprijden. En die reden dan hier ergens naartoe. En ik denk dat hier dan het voetbalveld was. Ja, dat moet dan ongeveer. En daar werden de gasten allemaal uitgeladen. Ja, en dan, en er werd de bagage, die werd daar dan ook allemaal uitgeladen. En die werden dan naar de huisjes gebracht. Ja, tenminste de bagage die ze bij zich hadden. Want er waren ook mensen die hadden kisten. Kisten met bagage allemaal vooruitgestuurd. Die waren allemaal vooruitgestuurd, ja. Met van Genderloos. Ja. Die kwamen hier op woensdags al aan als voor de mensen die zaterdags kwamen. We hopen eigenlijk dat het boek er een beetje aan bij zou kunnen dragen. Dat de mensen zich weer bewust worden van wat het eigenlijk voor bijzonders geweest is. Het hele verhaal van het ontstaan en het bijzondere hoe het eigenlijk plaatsvond. Dat is wel heel bijzonder geweest. Vanuit het dorp werd er ook wel een beetje vreemd tegen aangekeken. Dat kwam ook wel omdat mijn vader als voor de oorlog had hij op dat terrein hier, daar was hij al gaan wonen. Oh. Hij had daar een heel klein hutje neergezet, zelf getimmerd. En hij woonde daarin. Toen hij die kartonnen hutjes ging bouwen en zo, ja, toen vonden ze dat ook wel bijzonder. Raar gedoe daar. Ja. En is dat wel vertrouwd? En de gemeente Epe die zei, ja, maar als u daar zo'n bedrijf wil beginnen, hoe gaat het dan met de goede zeden op dat bedrijf? En hoe houden we dat in de hand? Ja. Wat gebeurt daar allemaal in die bossen? Dus daar werd wel heel argwanend naar gekeken en heeft ook heel veel moeite gehad in het begin om dat bedrijf van de grond te tillen. Want hij werd best wel tegengewerkt. Ik was natuurlijk kind in de oorlog geboren, dus ik heb de opzet meegemaakt. Maar ja, daar weet ik niet zoveel meer van. Als kind vond je dit allemaal heel gewoon. En
nu ik er later over nadenk, dan denk ik, ja jeetje, toen mijn vader begon met die kippenschuur, 14 huisjes en een jaar later bouwt hij een kantine voor 300 man. Dan denk ik, waar haal je het vandaan? Mijn vader is begonnen met die lange rij. Ja. En dat is pas later van steen geworden. Dat was eerst ook allemaal een houten schuur. Hout? Ja, en er zat een soort bordkarton tussen. En de mensen sliepen op stroozakken. Ja, dat weet ik nog. Dat weet jij nog. Dat was niet altijd even lekker. Dat het, ja. Zo van die, met een jute zakken met stro. Ja. 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 Maar die bedden waren ook allemaal van die, die berkenstammetjes. Ja, allemaal rondhout. Allemaal rondhout, ja. Ja. In het begin werd dat ook allemaal volgens mij vanaf het terrein gezaagd. Dus er stonden gewoon allerlei bomen. En daar werd het van gemaakt, maar ja, later toen het bedrijf wat groter werd, toen kocht hij ook gewoon ladingen hout op. En dan werd dat hier allemaal geschild en er werden stoelen, tafels, kozijnen werden ervan gemaakt. En, ja, alles. Trapjes. En alles was dat hout, ja. Allemaal was allemaal hout. Ja. Ja, dat was wel heel leuk. De oorlog heeft het leven van mijn ouders natuurlijk erg ontwricht. Mijn vader moest zelf ook onderduiken en heeft jaren of maanden onder de grond gezeten, wat zijn gezondheid natuurlijk niet ten goede kwam. En hij heeft er later ook hele zwakke longen aan overgehouden. Voor mijn vader was vrijheid ook was altijd sterk verbonden met de natuur ook. En daarom wilde hij ook die mensen na de oorlog dit soort vrijheid geven. Natuurbeleving en ja, gewoon jezelf zijn en niet in een korset zitten, zeg maar. De eerste jaren na de oorlog hadden mensen ook niks. Dus... Nee. En mijn vader had ook niks, dus die begon met geld te lenen en een bedrijf te beginnen. Maar ja. Ja, begon bijna uit het niks, hij had alleen een stukje grond. Ja, maar hij heeft toen ook een heleboel goede mensen om zich heen gekregen natuurlijk. Ja. Ja. Dat was ook die, niet alleen de gasten, maar ook de werknemers. Het was ook een soort familie. Wij zeiden tegen jouw vader ook oom Aalt. Ja, ja, mijn vader was voor iedereen oom. Ja. En dat zeiden kinderen ook. Die zeiden, wij willen weer naar oom Aalt toe. Ja. Dus je moeder net zo natuurlijk, tante Jenny. Ja. En tante Treintje en tante Tine, we hadden allemaal tantes daar. Ja, we waren ook tantes, ja. Ja, er waren voor mij ook tantes. Ja. 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 Het werd niet echt gecultiveerd, maar het ontstond vanzelf. Maar dat kwam ook wel door bijvoorbeeld dat Treintje heel veel namen allemaal heel goed kon onthouden. Ja. Dus als iemand aankwam, dan zei hij, die en die bent u er ook weer. En mensen voelden zich meteen thuis dan. En terwijl het toch wel een hele grote groep was geworden aan het eind, bleef het toch een familie. Hoe uniek de Remboe is geweest en wat voor een bijzonder iemand Aalt van Vemde was, ontdekte ook Aalts kleinzoon Sigrid Duinkerke, die grafisch vormgever is en dus door zijn ooms en tantes werd ingeschakeld voor het maken van het boek. Ik heb Aalt nooit ontmoet, want hij overleed toen mijn moeder 11 jaar was. Dus ik heb natuurlijk foto's van hem gezien en verhalen gehoord van vroeger, maar die... Ja, omdat mijn moeder ook nog jong was, waren die niet zo levendig dat ik echt een persoon voor me had. Ik heb hem eigenlijk echt leren kennen door die foto's te zien en door die verhalen te lezen. En ben ik die man gaan leren kennen en dat bleek eigenlijk een hele eigenzinnige, wonderlijke figuur te zijn. Waar ik ook wel dingen van mezelf in herken en dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Nou, Aalt die had natuurlijk een hele culturele inslag, kunstzinnig zou je kunnen zeggen. Met hoe dingen eruit zien, dingen zelf maken met de hand, toneel, voordracht van verhalen. En hij was hij hield erg veel van de natuur. En dat zijn ook twee dingen die ik zelf zou beleven eigenlijk. Mijn vader was erg beïnvloed ook door de jeugdbewegingen vroeger. En die... En die cultuur in de jeugdbewegingen, die heeft hij heel lang volgehouden, zeg maar. Dat volksdansen, die bonte avonden, om het kampvuur zitten, samen zingen, samen toneel maken. Dat waren elementen die hij heel
lang heeft volgehouden. En ja, dat heeft de Rembo heel sterk bepaald. We begonnen op zaterdagavond met de opening. Het was allemaal een beetje korter, want de mensen kwamen binnen en hadden gereisd. Maar dan vertelde mijn vader wat een beetje de regels waren van het kamp. Dat je de natuur niet moest vernielen en nou ja, zo meer van die dingen. En dan werd het Rembo-lied ingestudeerd. Nou, dan was het de zondagavond en dan was de volksdansen. Daar deed ik ook altijd aan mee. En dan was er op maandag een nachtwandeling. Nou ja, op dinsdag was de voordrachtavond. Dan was er echt voor de gasten een langere voordracht. Dat duurde meestal wel een uur of zo, had hij een voordracht. Nou, en op woensdag was de bonte avond. Eerst voor de kinderen en dan voor de volwassenen. Nou, mensen studeerden daar echt, dat hoorde je dan wel. Begonnen ze in januari met iets in te studeren en dan... Ik bedoel, als wij naar de bonte avond wilden, dan moesten we wel wat doen, want je kon niet alleen maar in de zaal gaan zitten. Ja, en jullie werden daarvoor geport of zo? Oh ja. Of vond je dat zelf ook wel? Oh, ik vond het ook wel leuk hoor. Mijn vader maakte dan ook altijd zo'n schnitzelbank. Met dat, van die, hoe heet dat, behangrollen met allemaal plaatjes erop. En dan moest er meegezongen worden of zo, ik weet niet eens meer precies. Ja, ja. Nee, maar als wij wat mee wilden, dan moesten we ook wat doen. Je ging er niet alleen maar zitten. En jullie maakten een soort orkestje, hadden jullie? Ja, precies. Dat hebben we ook wel... En wat speelde jij dan? Ik speelde dwarsfluit. Ja, iedereen deed wel wat. Ja. En zo was er bij het volksdansen. Speelde mijn zus Carla, die speelde eerst daar blokfluit bij. Blokfluit, ja. En later nam ik dat weer van haar over. En toen ging zij meer verhalen vertellen. Dan is nu het woord aan Carla. De koning bulderde tot zijn lakei. De pompenmoes is er vandaag weer niet bij. Ik zie mijn heren alleen nog maar peren en kale meloenen en zure citroenen. Maar waar, o armen en drommel en droes, waar blijft mijn geliefkoosde pompenmoes? Jij staat maar te gapen, jij kok van Jan Pet. En jij, Simon Hofnar, ga liever naar bed. Je zit maar te klessen en mij gaf je bessen en nare frambozen. Het is om te blozen. Maar waar, o waar, ellendige spuis, waar vind ik mijn pompelmoes hier in dit huis? Ja, zo ging dat. Ja. Het was heel anders in de zomer dan in de winter. In de zomer zag ik mijn vader bijna nooit, want die was eigenlijk altijd op het bedrijf bezig. En mijn moeder die zorgde thuis dat alles op rolletjes liep, waardoor hij natuurlijk ook op het bedrijf hele dagen en ook halve nachten altijd weg was. En in de winter was dat heel anders, want dan was hij eigenlijk veel thuis. En dan zat hij heel vaak voordrachten te oefenen. En dan, wij als kinderen moesten wij eigenlijk heel erg opletten, want we mochten niet zoveel drukte maken. We moesten dan een beetje kalm houden. En eigenlijk vond ik het altijd een beetje gek, want dan deed hij zonder zijn geluid, zonder zijn stem. Maar dan zat hij hele rare gezichten te trekken en dat vond ik eigenlijk altijd een beetje stom. Dus we liepen er eigenlijk altijd met een boog liepen wij daar omheen. Het was een nare geschiedenis met die 13e kerk. Ze was haar hele leven lang al de 13e geweest. Ze heeft het van huis uit meegekregen, zeiden de kalkoenen. En de zwanen in de vijver van de burgemeester rekten hun wit alzen uit tot in het oneindige en prevelden dat ze erg belast was. Mijn vader die was niet zo erg van regels. Daardoor lag hij ook wel met de gemeente in de clinch. Want ja. Ja, toen er bijvoorbeeld een nieuwe kantine moest komen, ja. Dat moest in één winter gebeuren. Want de volgende zomer, dan moest het weer klaar zijn. Dus als de gemeente niet op tijd de vergunning klaar had, ja, dan begon die toch wel vast te bouwen. Want anders kwam het niet klaar. Ja. En er zijn ook mooie verhalen van. Dat die, er was al een hele club mensen aan het werk hier. En die zaten allemaal bij mijn moeder thuis aan de koffie. Voor de pauze. Oh ja. En toen belde er iemand van de gemeente op. Die zei, het gerucht gaat dat er bij jullie al gebouwd wordt. Ach. Waarop mijn vader zei, met de hand op mijn hart kan ik verklaren dat er op dit moment niet wordt gebouwd. Dat weet ik. Ja. Ja. Nou, dus dat zegt wel een beetje iets dat hij zelf ook wel de randen opzocht van, om dingen voor elkaar te krijgen. En...
Ja, anders was het gewoon niet gelukt. Vrijheid en respect voor elkaar en voor de natuur. Dat zijn de kernwaarden voor Aalt van Vemde. En dochter Selma is dat altijd bijgebleven. Weet je nog dat wij een mierenhoop hadden met een hekje eromheen? Een hele hoge, wel een meter hoog in mijn herinnering. Er zat een hekje omheen en oh wee, als kinderen gingen proberen om daar stokjes in te steken. Dus vandaar dat daar een hekje omheen kwam. En het werd heel serieus genomen, die mierenhoop. En natuurlijk de stenen die hier verzamelden. Ja, ik ben ook wel meegeweest op stenentochten met de kruiwagen. Dus stenen uit het land halen voor de kantine. Jaren en jaren had hij stenen gespaard. En dan de kinderen gingen dan mee om stenen te zoeken. Hij had iets van 30 kuub stenen op een bult liggen. Maar die stenen werden aan de buitenkant van de kantine gemaakt. En er was een metselaar en die wilde zo hoog mogelijk en zoveel mogelijk stenen achter elkaar doen. Maar dat ging niet, want normaal als je dus metselt, dan trekt vocht vanuit de specie trekt in de steen en daarmee komt een steen vast te zitten. Maar veldkeien, daar trekt geen stenen in, geen water in, geen vocht in. Dus je kon eigenlijk maar, nou ja, zeg maar zo'n stukje doen en dan moest je ophouden. En die metselaar die vond dus dat er nog net één steen en dan zst, viel al die stenen er weer af. Want je kon dus in de kantine kon je een maaltijd gebruiken. Dat moest ook allemaal, vanuit de idealen was dat de vrouwen ook vakantie moesten hebben. Oh ja. Dus dat moest zeg maar tegen kostprijs verstrekt worden. En daar maakten dus veel mensen gebruik van. En er was ook een hele kookploeg bij die dat allemaal moest organiseren. Ja. Dan was er een winkel in de kantine, daar kon je natuurlijk alles, van alles van dingen krijgen die je voor het eten nodig had. Alleen verse groenten, dat had hij niet in de winkel. Dus daar kwam een groenteboer op het terrein. Dat kan ik me niet herinneren. Die stond ook achter de kantine. En dan was daar nog weer het probleem van dat er in Epe, er waren twee groenteboeren. En die moest je natuurlijk allebei te vriend houden. Ja. Dus daar moest een oplossing voor bedacht worden. En dus had hij het zo geregeld dat de ene week kwam groenteboer Bosman. En een andere week dan kwam groenteboer Ten Haven met zijn auto daar staan. Nee, dat is mij ontgaan. Of ik ben het vergeten. Maar... In de winter hadden we geen geld. De Rembo werd opgezet zonder kapitaal. Dus er werd er weer grond gekocht. Er werden weer huisjes gebouwd. En dus daar moest geleend worden. En in de winter kwam er niks binnen. Want het seizoen was van Pinksteren tot half september. En dan konden de werknemers ook altijd niet meer betaald worden. En dan was het hoeveelheid nodig. Nou ja, zoveel. En een gezin kreeg dan iets meer dan Johan Leuring bijvoorbeeld. Dat was een vrijgezelle jongen toen nog. Dus ja, die kreeg de hele winter denk niks. Veel verdiende Johan Leuring inderdaad niet in die tijd. Maar dat vond hij niet erg. Het kampleven en de saamhorigheid in die tijd waren veel belangrijker. Daar kwam ik om 11:30, 's middags tot een uur of 9:30. Hè? Daar zo, want die mensen die moesten gas hebben, die moesten van alles hebben. Hè? Pitje eruit, zeiden wij altijd, weet je wat betekent? Hè? Dat was die stormlamp, die olielampen. Hè? En dan kwamen ze weer met zo'n bewalm ding aan. En dan moest je dat er maar in zitten voegelen. En dan, dan hadden ze weer liggen. Hè? En dan, ja, het was soms wel eens donker. En dan kwam Aalt wel eens of ze hè? Dan kwam er een loop. Ah, Johan, wil jij naar dat rieten hutje nog een fles gas brengen? Want die mensen willen graag hun koffie zetten. En je zag je hand voor de ogen. Hè? Ik bedoel, ook de hele mikmak, dus dat moet ik zeggen. Het vermaak met kantine, kampvuurs. Dat vond ik altijd heel mooi. Omdat dat er ook een beetje, het is er altijd een beetje ingebleven. Ik weet niet, ik geloof niet dat ik een fabrieksmens geweest was, of wat dan ook, in de toekomst. Maar alles, hè, ik bedoel ook met bonte avonden, met, nou ja, de hele, dat was alleen al feest. Kijk, en daar grun je je ook in mee, hè. Ik bedoel, dat vond je geweldig. Op 28 april 1965 komt heel abrupt een einde aan dit bijzondere vakantieoord, de Remboe, als Aalt van Vemde op 53-jarige leeftijd plotseling overlijdt. Zijn kinderen en de medewerkers
kunnen die zomer het bedrijf nog laten doordraaien. Maar de remboe zonder Aalt van Vemde, dat blijkt toch echt een brug te ver. En het bedrijf wordt daarom verkocht aan de stichting Vakantievreugd. Ik was jong en ik groeide gewoon op in zoiets. Hè. Dus je vond het allemaal heel gewoon. Ja. En eigenlijk pas veel later heb ik gezien dat het helemaal niet gewoon was. En dat het helemaal niet op heel veel plaatsen zo ging. Maar dat het juist heel bijzonder was. Het was heel bijzonder, ja. En dat is ook de reden dat wij nu met, een van de redenen, we wilden ook gewoon herinneringen vastleggen. Maar we wilden ook graag iets laten zien van dat sociaal ondernemerschap wat nu mijn vader toen al had, maar wat je nu ook weer ziet. Dat al dat commerciële, dat het niet altijd leidt tot iets wat het prettigst is voor iedereen. Bij het combineren van de foto's en de tekst heeft Pieter me eigenlijk helemaal vrijgelaten. Dus ik heb zelf eerst geprobeerd te begrijpen wat op die foto's stond. En op die manier te zoeken naar waar ze op de beste manier in de tekst pasten. En dan later ging dus de familie er een keer overheen om te kijken, klopt dat? Dus er zijn verschillende rondes geweest waarin mensen dan zeiden, ja, maar zo heb ik het helemaal niet beleefd. Of volgens mij moet dit er nog in, of juist dat is belangrijk om te belichten. Dus zo, dat is zo'n proces met de familie, dat is een heel bijzonder proces, want niemand heeft dat ooit gedaan. Het is allemaal nieuw. Dus ik vind het heel bijzonder hoe we dat met de familie samen zo'n boek hebben kunnen maken. Nou, het is vandaag een hele spannende dag. Want vandaag worden de 1000 boeken gebracht hier bij mijn zus voor de deur, bij Selma. En daar gaan we nu met elkaar op de boeken zitten wachten. Die over twee pagina's lopen, hoe dat dan komt met zo'n vouw erin. Hè? Johan Leuring heeft zijn hele leven op de remboe gewerkt. Hij weet nog goed hoe hij daar terecht kwam. Ik weet wat ik doe, ik pak de fiets, ik fiets en zeg naar oma Aalt toe. Ik zeg, Aalt, kun je nog mensen gebruiken? Toen zeg je, ja, ik heb met de jongens overlegd, ik kan nog wel eens zo'n jongen gebruiken daar. Toen zeggen, je komt maar mooi zeggen. En op 2 januari. Dan zien we je wel. Ik zei, nou, dat is prima weer wel. Nou, en zo is dat begonnen. Dat was dus met het begin dus van die kantine zitten. Je blijft maar mooi. En dat heb ik ook gedaan. En van blijven, dat bleef blijven daar. Hè. En omdat Johan Leuring zo lang betrokken is geweest bij de remboe, vonden de kinderen van Aalt van Vemde dan ook dat hij als eerste het boek moest krijgen. Je bent niet alleen als 16-jarige daar komen werken. Maar je bent er ook toen mijn vader overleed. Ja, blijven hangen. Ja, toen ben je er blijven hangen. En je hebt dus eigenlijk het meeste remboe meegemaakt van ons allemaal. Toen dachten we, nou nu is het helemaal goed. Nu weten we echt zeker dat we dat aan Johan moeten overhandigen. En dat wou ik dus nu doen. Ach, dit jongen, is het boek toch geworden. Blijf gewoon te blijven als gewoon zitten. Oh, wat leuk. Ik ga er... Ik mag ik kun er straks mee in bladeren? Precies, je kunt gewoon rustig jammer op je gemak dat... kijken. Je mag hem gewoon houden. Ja, maar ik wil er ook voor betalen. Nee, dat kost nu helemaal veel geld. Mooi. Heel mooi. Mooi, Johan. Heel mooi, want ik heb, ik weet niet, op Facebook gezien of wat, dan zit ik ook nog eens op de rotzooi. Maar ik vind het wel mooi, de reacties alleen al. Hè. En dan hebben ze toch wel eens wat dingen fout. Ja, dan ben ik een... Iemand die zit daar in te hapen, weet je wel. Dat was eerder ook wel zo, Piet. Hartstikke leuk. Mooi. Jongens, heel, heel hartelijk bedankt. En ik heb met jullie ook allemaal, Gerda,
ook heel veel nog wel, hè. Met samengewerkt. Ik heb met jullie allemaal, ook als kinderen zijn het toen, Jan niet te vergeten, Berend niet te vergeten, heel veel fijn samengewerkt met jullie in die jaren. En ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken. Want het is toch wel leuk, want het is toch wel een, ja, een nostalgie, hè, zeg ik dan altijd, maar een nostalgie. Ik vind dat heel leuk. Het boek ligt inmiddels in de winkels in Epe, zodat de generatie van nu kennis kan maken met dat heel bijzondere vakantieoord dat de Remboe ooit was. Het zijn echt wel voor ons de pareltjes, de regionale boeken. We hebben in het verleden ook andere schrijvers, auteurs verkocht. Ja, en deze nu weer bij, ja, dat is gewoon prachtig. Ja, ja, vinden we ontzettend mooi. Uit de eerste reacties die uit alle hoeken van het land komen, blijkt dat de vakanties op de Remboe bij veel kinderen uit die periode direct na de oorlog een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. En dat die vakanties een grote impact hebben gehad. En juist nu, in een periode waarin duidelijk wordt dat de waarden die de Remboe groot hebben gemaakt opnieuw ontdekt en gekoesterd worden, is een boek over een stukje sociaal ondernemerschap en saamhorigheid meer dan alleen een herinnering aan toen. Het geeft de Remboe en Aalt van Vemdes een plaats in de geschiedenis. En wellicht dat in Epe ook meer het besef gaat ontstaan hoe bijzonder dit alles is geweest. Ik denk dat het in die tijd iets heel bijzonders was voor Epe en dat het ook heel bekend was. Nu is het natuurlijk een totaal andere situatie en die geschiedenis denk ik dat de mensen in Epe helemaal niet meer kennen. We hebben in 2011 hebben we met mijn vader 100ste geboortedag hebben wij een herdenkingsmiddag georganiseerd. En mijn oudste zusje Gea had toen bedacht van waarom is er eigenlijk helemaal geen straat in Epe die naar mijn vader is genoemd. Want ja, hij was toch wel heel bijzonder. We hebben toen een handtekeningactie gehouden. En Gea en ik zijn samen naar de gemeente gegaan om te vragen of er misschien een straat vernoemd kon worden. Maar helaas, dat is niet gelukt. En ja, dat vinden we nog wel steeds heel erg jammer, want we vonden eigenlijk dat hij dat wel verdiend had.